Kom maar. Kom maar, dames. Kom. Kom. Mara. Ik ben nou de koeien aan het melken, zoals iedere morgen. Onze eigen koeien, onze biologische A2A2 koeien. Het is heerlijk om iedere dag de dag vroeg te starten. De zon opkomt, in alle rust samenwerken met je eigen koeien. Heerlijk werken met en in de natuur. Nou, dat is gewoon prachtig. Bij het gewone melk, als wij die verteren, komt bij de afbraak in de darmen komt een stofje vrij, een oxidant. En die kan vervelende bijgevolgen hebben. Buikpijn, ziek, misselijk, bij melkintolerantie. A2A2 melk heeft die eigenschap niet. Daar komt dat stofje niet bij vrij. Dus mensen die te maken hebben met melkintolerantie, die kunnen hier heel veel baat bij hebben. A2 is genetisch bepaald, dus net als haarkleur zit het in de genen vastgelegd. We laten onze koeien zoveel mogelijk grazen, zelf hun gras halen. Kunnen ze hun natuurlijk gedrag zo goed mogelijk mee vertonen. Niet enkel gras, maar ook rode witte klavers erin, kruiden erin. Wat zich vertaalt in een melk met meer mineralen, meer smaak. Ook vooral omega-3 wat er in hogere mate in voorkomt. Lekkerdere melk en ik denk ook gezondere melk. Wij zien de toekomst zonnig tegemoet. We hopen dat alle consumenten in de nabije toekomst A2 melkproducten in de winkel kunnen kopen. We willen graag voor onze koeien en voor onze bodem nog beter zorgen. Nou, daar hebben we een stroostal voor nodig, dat de koeien lekker rond kunnen lopen. Nog meer dierenwelzijn, betere mest voor de grond, waardoor het nog beter is voor de bodem. Zo'n stroostal kost ook geld. Nou, om die te financieren kun je naar de bank stappen. Maar wij denken dat we dat met privaatfinanciering kunnen rondzetten. Proost. Op de agrofoodpluim. Toch maar mooi dat we hem hebben gekregen. Nou en op. Oh, lekker. Lekker, hè?